Het monteren van de tilhaak. Bij de tilhaak gaan we eerst de 4 rode bevestigingspinnen verwijderen. Deze pinnen hebben we dadelijk nodig om de tilhaak vast te zetten. Dus niet kwijtraken. Je steekt de tilarm aan de voorkant erin. Het kabeltje komt aan de zijkant van de robot eruit. En je plaatst nu de tilarm zo dat de 4 pinnen erin kunnen. Zorg ervoor dat de gaatjes op één lijn zitten. Andere kant. En als dat klaar is, gaan we naar het kabeltje. Het kabeltje komt aan de voorkant in de A te zitten, dus in eindsluiting A. Je tilhaak is klaar.